9. Oeh. I promise you it won't happen again. Do I attract you? Do I repulse you with my queasy smile? Am I too dirty? Am I too flirty? Do I like what you like? I could be wholesome, I could be loathsome, guess I'm a little bit shy. Why don't you like me? Why don't you like me without making me try? I try to be like Grace Kelly, but all her looks were too sad. So I tried a little Freddy. I've got an entity. Ik weet niet hoe die nieuwe schoenen zeker, weet ik veel. Het is echt zeer, dus zijn er die plakkers aan de toplijn van die pleisters met blaren. Ik hoop dat het wel gaat. Misschien wel, we zijn nu vertrokken. Het is 4:46, het is ietsje later of gisteren. Misschien wel. Jullie noemen dat we al uitgetrokken zijn, maar bon, de hoogte bij natuurlijk. Dus kort na 1 zijn we terug. Dus nu kunnen we de file doen en dan ben ik weg. Voilà, het ook weer al op. Hier zijn ze gisteren, of hier gisteren, is er een accident geweest. Ja, het was hier nacht uitgebold. Ze hadden elkaar schat, we moesten niet allemaal rondgaan. Ja. Ja, dan moeten we weer allemaal tussen natuurlijk. Ja, ja nee, het ging weer vroeg. Het was weer hetzelfde. Dat we hier opgepikt worden, dat is makkelijker. Hier? Want anders zitten we allemaal ja, ik moet Hans rondtaken, zeker kan niet naar huis tussen. Nee, ik bedoel, aan die bus, dat kun je ook. Aan die bus al, ja. Dat hij naar daar komt en dat is gemakkelijker voor de tussen, want anders is het veel te kicken. Ja, normaal dan moet je daar wel niet staan. Dat is oppikken wel, hè.
dat is verschillend. We gaan naar die fiets, hè. Dus, ja. Ja. Zit je wat fiets? Ja, man. Papa, ja. Ja, dat is bij mama ook zo. Ja, maar als je hier aan de bus komt, dat is een vrijwillig. Toen dat hij in de bus afkomt. Wat is je biet? Die bus al kant er tussen. Het is altijd file, dus. Die file kunnen ze sowieso niet vermijden. Het is altijd file. Nou, op die manier is het iets gevatter. Kijk. Ja, dat is altijd met die 400 zijn, want het is altijd zo. Ik zei dat niet, maar het is een foto ook wat ik zeg. Dat is voor die file's, hè. Want... Is dat trio? Ja, het is een trio. Nou, maar ze wachten nooit, dus. Blijf maar kunnen zo. Elke druk op de fietsje. Ja, hier kun je ook fietsen. Ja, waarschijnlijk niet brug. Ja, dan niet. Dat makkelijker gezegd, als je geen elektrische fiets hebt. Ja. Wat een elektrische fiets wil je niet? Ja, die van mij, ja. Die rijdt ook geen 4. Dat is niet zelfs, nee, dat is 25. 25, ja, maar dat is 25. Dat is even snel als een gewone Velo's. Zeg toch? Ja, jawel. Als je 10 bent, als je 10 bent, ja. Tot nog. Dat is allemaal makkelijk gezegd als je zo'n snel elektrische fiets hebt. In mijn tijd moest ik ook met fietsen. Ja, begin weer wat te weten. Ja. Ja, dat is sowieso makkelijk. Wat zijn het? Dat zo is, ja. Wat de warte zo? Wat, ik weet niet, ja. Je weet het niet, hè? Ja. Jonge haasten hebben allemaal gevoerd worden tegenwoordig. Het zijn geen been meer precies. Huh? Ja, dat is het, verwend zijn, dat is dat. Het is nu 7 uur. Ik heb hier een middagdutje gedaan. Nee, ik ben al denk ik toch al 2 uur wakker weer niet, maar toen nog eens om iets te doen. Dus ik ga nu eten. Ik heb nog niet eten vanmiddag. Maar ik heb nooit honger eigenlijk als ik terugkom van het werk. Nou, ik weet niet, ik eet ook altijd gewoon koffie koken. Winter. En dan vanmorgen, als je dan best 4 uur eet, dan een boterham. Ik weet niet, misschien dat het daarom is, misschien een beetje. Ja, weet ik veel. Als we dat zo vroeg eten en al die dingen. En als middag zijn, dan de hele dag door eten. En dan wel cola drinken en zo. Nou, ik weet niet. Nee. Dus ik kan nu eten en misschien nog weinig slapen en zo. Maar bon, ik kan nu eten. Yo. Ja, het is 9:45. We gaan ons graag gaan slapen. Morgen is het vrijdag. Dus het is weer korter werken. Dat is meestal zo de vrijdag. Vorige week was het de late ploeg. Dus dat is van 9:45 tot 9:15. Is dan van 12:25 tot en met 19:35 zeker. Hè? Dus nu is het van 5:15, dat blijft zelfs, maar het is met tot 12:25. En dat die van de laatste dan al begin. Zo. Ja. Kortere dag dus. En daarnaast gaan we dan nog verder die reisplan bij Arthur thuis. In Kruisum. Van een eentje van hier, een half uur rijden met de auto. Dus op kruistocht naar Kruisum. Maar bon. We gaan er wel geraken natuurlijk. Hè. Ik kan wel niet te lang kunnen blijven, want ze hebben mij dus gevraagd voor van het weekend ook te werken. De zaterdag de vroeg, dus kort na 5 moet ik er weer al staan. Dus bij mij zal het niet al te laat mogen worden. Alleen, de uitzondering mag wel een keer een beetje minder slapen misschien. Of misschien als ik thuis kom al wel slapen. Nou, we zien wel hoe dat gaat aflopen. Ja. Dus, waar is het nu? Vlog 9-8? Ja, ik weet het al niet meer, dit ben ik taal kwijt. Het is daar nog veel al. Vlog. Reisvlog, tennisvlog, allemaal gepasseerd. Nu is het gewoon vlogs. Vlog, klaar.